De Flyers stonden klaar in Beek nabij het vliegveld van Maastricht. Een primeur voor de Limburgers was een feit. Een editie van de KPN Inline Cup vond plaats op een zij het wat afgelegen, maar prachtig parcours. NK-waardig. Een klim en een afdaling op asfalt zonder obstakels. Toch was er hier en daar wat wrevel betreffende de opkomst en met name bij de heren. De organisatie zag zich genoodzaakt masters en dames samen te voegen als ook beloften en aanrijders om nog een beetje volume te creëren. De afstand naar Beek. Nou goed, het was niet naast de deur, maar ja, dat is het voor bijvoorbeeld de Zeeuwen die heel Nederland moeten doorkruisen ook nooit. Echter, de schaatsbelangen gaan steeds meer wegen, met als gevolg kleinere pelotons. Dient dit de sport? Winnares bij de dames, Elma de Vries, had ook nog wel een paar aandachtpuntjes. Ja, weinig publiek kun je verwachten natuurlijk als je hier op zo'n industrietrein zit. Ik denk niet dat de mensen hier in de omgeving denken van goh, een skielerwedstrijd, laten we eens in de auto stappen om te gaan kijken. Dus dat is jammer, het parcours is inderdaad heel mooi. Het was een mooie wedstrijd. Compliment aan alle meiden die er waren. Maar om publiek te krijgen moet je het niet op dit soort locaties doen natuurlijk. Je wordt ook niet gehuldigd voor je groene pak. Er is geen ploegenklassement voor jullie. Terwijl dat wel bij de heren is. Met een goede prijzenpot willen jullie ook wel hebben. Ja, dat willen wij zeker wel hebben. En ik hoorde dat ook inderdaad. Dat zijn gewoon allemaal dingen. En daarom vind ik ook dat ik het... Ik ben nu oprecht mijn pak vergeten. Maar dat ik niet in dat groene pak hoef te rijden. Want mijn eigen sponsor staat er niet op. Ik krijg niet eens bosbloemen bij. Er is helemaal geen aandacht eigenlijk voor het klassement. Dus ja, waarom zou ik in dat pak rijden waar mijn sponsor niet op staat, die wel alles betaalt. Dus Gary Hekman en de Van Wervenploeg waren op de terugweg vanuit een trainingskamp in Geisingen, Duitsland. Hen kwam de locatie prima uit. Gary Hekman, mooie overwinning op een mooi parcours. Ben je een beetje fit teruggekomen van trainingskamp in Geisingen? Nou ja, fit. Ik voelde me bijna aardig. Maar onder de wedstrijd ging het wel aardig. Ik kon makkelijk rijden, ontspannen rijden. Dus dat het heeft toch goed gedaan, denk ik. Ja, het is een zwaar rondje, omdat je achterop loopt het toch wel vrij stijl omhoog. En dan rij je met de groep rij je zoveel harder omhoog dan in je eentje. En dan na 5, 6 rondjes breek je dat gewoon op. Dan rij je zo hard omhoog. En ja, dan lukt je dat zelf niet meer. Dus dan was het weer positioneren in de peloton. Wat vind je ervan van het parcours hier in Beek? Ja, het is gewoon super mooi. Er zit een snel gedeelte in, er zit een zwaar gedeelte in. Ja, in principe in een kort rondje zitten al heel veel elementen. Dat is alweer maakt het gewoon voor iedereen zwaar. Maar niet uit of je op eerste positie rijdt of je rijdt op 20e positie. Het is gewoon zwaar. Mooi dat jullie hier zijn als team. De wedstrijd is wel samengevoegd met de base. Wat denk je wat we moeten gaan doen dat er weer een groot peloton aan de start staat? Nee, ik denk sowieso zo'n B-categorie. Je ziet gewoon dat heel veel jongens toch gewoon mee kunnen. Dus misschien gewoon één grote categorie maken. En een beetje zoals zo'n World Cup eerder altijd was. Gewoon met z'n allen met 100 man tegelijk starten. En wie eerst over de streep komt, die wint. En je kunt categorieën gaan maken. Ja, precies wat je zelf wil. Alleen dan wel allemaal op hetzelfde rondjes voor de organisatie. Het makkelijkste. Je hebt in 2 uur heb je alle wedstrijden afgewerkt. Ja, ik denk dat je daar een beetje heen moet.